Dus hier is het voor jou eigenlijk allemaal begonnen? Ja, 1 februari 1970. Dat was de start van het grote latere kantoor Adelmeijer-Hooijing. Eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. En toen ben je daar in je eentje... Heb ik 4 jaar in mijn eentje gewerkt. En heb toen op een gegeven moment Joep als medewerker gekregen. En toen is het alleen maar gaan groeien. Hoe lang heb jij hier gezeten in dit pand? In totaal 8 jaar. 4 jaar alleen en 4 jaar daarna met Joep Koster. En toen zijn we in 78 naar de Tongersestraat 42 verhuisd. Ja, het was natuurlijk een heel leuk punt. Een heel mooie plaats vlak bij de rechtbank. En je had aan de overkant van alles en nog wat om je tijd dat je niet werkte bezig te zijn met lekker een glaasje wijn te drinken en te eten. En dat deden we ook veelvuldig. Zullen we dat anders even gaan doen? Gaan we lekker een hapje en een drankje doen? Goed idee. Nou Hein, proost. Proost. 1973 begon het hier, hè? Ja. Op het Raadhuisplein in Heerlen. Ja. Vertel, hoe was dat? 1 september was geweldig. Ik weet nog dat wij de avond tevoren met vrienden, met 3 auto's langs het kantoor waar ik tot dan 10 jaar gewerkt had, al mijn dossiers inladen en dan met armen vol dossiers hier naartoe en ze dan in het nieuwe pand wat we net gehuurd hadden. En kijk, dat was dit. En ik was enorm trots aan het Raadhuisplein. Tegenover heb je het gemeentehuis. Ja. Vroeger was dat helemaal open en gewoon een leuk open pleintje met daar een geweldige Chinees. Een geweldige Chinees. Hier hadden we, meteen naast de deur was de wachtkamer. Daarachter zaten 2 secretaresses. Boven aan de achterkant zat ik. Dat was een grote kamer met zo'n heel klein prutskamertje erbij. En toen heb ik de muur laten doorbreken. Dat was op zich heel leuk, want toen kwam dus recht tegenover de gemeente. Dus de gemeente kwam met een bouwstop. Maar de aannemer die dat deed, was een cliënt van mij natuurlijk. En die belde mij op en zei, meneer Adelmeijer, de gemeente wil het werk stilleggen. En die dreigen mij met boete, maar ik heb ze gezegd, ik ben bang van jullie, maar ik ben nog veel banger van die Adelmeijer. Ik ga door. Mis je nog wel eens de advocatuur? Nee. Ik ben 20 jaar gepensioneerd. Ik heb me daar helemaal aan gewend. En ik zou die druk ook niet meer aan kunnen. En zeker die veranderde omstandigheden, hè, dat is het allerbelangrijkste. Als ik zie hoe hectisch het allemaal is met die computers en met die communicatie, dan zou ik zeggen, nee, dat lukt me niet. Heb je ooit met Holly Hobby gespeeld? Zeg je dat niks? Nee. Holly Hobby was in de jaren 90 een ontzettend poppenfamilietje uit Amerika. Daar had je kussentjes van en mijn dochter speelde daar geweldig mee. En een van mijn cliënten had de licentie voor Europa. En dan was het probleem dat heel veel mensen maakten inbreuk op dat recht van Holly Hobby. Dus overal kwamen er Holly Hobby artikelen. Tot ik op een gegeven moment hoorde van mijn cliënt dat er een schip onderweg was vanuit Korea met Holly Hobby mokken. En toen heb ik dus via een collega in Rotterdam hebben we op dat schip op zee beslag laten leggen op die Holly Hobby koppen. Die waren voor Blokker bestemd. Nou, het is die meneer Blokker die belde mij, die was ontzettend boos op. Ik zeg, ja, dat is niet geoorloofd. En anders, u kunt het niet op de markt brengen. En als u op de markt bent, krijgt u een boete. Nooit op de markt geweest. Dat vond ik eigenlijk wel een van die aparte zaken. Ook, dat komt ook omdat je dan dus van die cliënten had die ook internationaal bezig waren. Ja. En dat was wel leuk. Nou, en toen was het tijd voor uitbreiding, Jan? Of was dat niet direct gebeurd? Ja, dat hoopte ik op lange termijn, maar dat was natuurlijk nog niet zo simpel. Want dan, ik had ook geen kapitaal, dus dan moest je zorgen dat je ook geld al had om iemand erbij te krijgen. En toen kwam het wonder, terwijl wij bezig waren. Het pand was helemaal vol. We dachten, alles is goed. Contact met Frits, die vlak naast ons kwam wonen in Hoensbroek. En Die raakte betrokken erbij, we praten erover. Die zei, god, zouden we er een plaats voor? Kortom, wij spraken af dat Frits erbij kwam, maar toen moesten we een ander pand. En dat werd meteen flink groter, want toen dachten we, ja, als we nou klein groeien, kunnen we ook groot groeien. En zo gingen we dus van dit kleine, volle pandje naar de Akerstraat, waar het nog leeg was. Heb je lang moeten zoeken naar dit mooie pand? Ja, want we hadden 2 criteria. Het pand moest groot zijn, het moest mooi zijn, maar vooral, het moest een aantal volstrekt gelijkwaardige kamers hebben. En dat is een van de grote voordelen hier. Dat
Niemand voelt zich achtergesteld als je hier een kamer krijgt. Als je gelijkwaardige panden hebt en je hebt een extra ruimte over, dan ontmoet je elkaar vanzelfsprekend. Dus alles wat gebeurde bij ons, gebeurde hier in dit pand. En niet wat andere mensen hebben, dat je naar een café gaat om te overleggen. Wij overlegden hier, in dit pand, tussen de leeuwen. Toen ik er nog was, echt hier, sprongen ze op als ik aankwam. En dan zie je gewoon, het is een beetje minder, maar het zijn nog wel echt mijn leeuwen. Ja. Jullie zaten op een gegeven moment met toch een aardig team aan advocaten in Heerlen. Ja. Hoe was dat team? Dat team was geweldig. Een van de opvallende dingen is, als er eens een geschil was, ging dat er altijd over, dat is maar een paar keer geweest, dat de andere min 1 vonden dat die ene min 1 te weinig verdiende. En niet dat die te veel verdiende. En dat is nog een keer nog harder tot uitdrukking gekomen. Ik heb eens een zware operatie gehad, ben een half jaar niet meer op kantoor gekomen daarna, dat kon nog niet. En in die tijd heeft de rest van kantoor de periode waarin het maatschapsaandeel doorliep en doorbetaald was, verlekt van 3 maanden naar 6. Waar ik niet bij was en dat achteraf hoorde, dat is vanzelfsprekend als jij uitvalt. En we vinden dat al. En dat soort dingen, dat zo samen ging. Nou Frits, daar zijn we dan. Ja. In Maastricht aan de Brede Straat. Toch voor jou een hele bijzondere plek, denk ik zo. Heel zeker, heel zeker. Het is het pand waar we eigenlijk de fusie tot uitdrukking hebben laten komen. Waar het 25 jaar geleden allemaal begon. Dat is begonnen, maar dat is niet hier begonnen. Dat is bij Au Coin des Bons Enfants begonnen. Nee. Dat heet nu Capassa, oftewel wat nou weer. Ik had 12 jaar in het college van afgevaardigden gezeten voor het arrondissement Maastricht. Mm-hmm. En toen vond ik het mooi geweest. En als dank werd ik dan uitgegeten door de deken en de leden van de Raad van Toezicht van de orde. Hein was toen op dat moment deken. Dus wij hadden een dinerafspraak in Au Coin des Bons Enfants. Dat was heel gezellig, liep redelijk uit. En om 12:30 liepen wij gezamenlijk terug. We wonen bijna op Sint-Pieter op dat moment. En toen zei hij, wanneer kom je nou naar Maastricht? Nou, zei ik, zodra jij naar Heerlen komt. Dat vond hij een wat hybride antwoord. Ik zei, als je nou zo'n goede vestlijn opentrekt, dan gaan we dat verder uitwerken. En het eerste jaar, nadat we bedacht hadden samen te gaan werken, zijn we een soort verloving aangegaan. Mm-hmm. Gezamenlijk briefpapier hadden we ook. Okay. En dat was zelf heel leuk, want het was wel gescheiden. Je had rood Alemeijer, ja. En in het blauw de Hoying advocatuur. En dat waren op dat moment nog twee aparte kantoren? Financieel nog los van elkaar. Okay. En echt als een periode van, zullen we even kijken of dat echt klikt? Mm-hmm. Nou, daar waren we redelijk snel uit. Toen hebben we wel besloten om per 1 januari 96 te gaan echt fuseren. Mm-hmm. Dat hebben we toen ook gedaan. Er was nog steeds de vraag, en waar doe je dat dan? Ja, dat is denk ik wel een ding geweest. Dat was een ding, want ik had in mijn hoofd, dat moet toch in één kantoor zitten. Ja. Goed. Uiteindelijk hebben we dit kantoor gevonden. Nou, het was een ingericht pand, wat wil je nog meer? Ja. Op die locatie, schitterend. Wij hadden natuurlijk van tevoren bedacht, waar moet dat pand dan zijn? Ja. Nou ja, rand van de stad, modern, parkeergarage, geen onderhoud. Nou, precies. Nou, daar zijn we dus. Ja, het was dat iedereen liet alles vallen toen ze dat pand gezien hadden, was alles vrij. Iedereen vond het goed. Wij hadden een heel klein bordje met Alemeijer Hooying en nu staat er Alemeijer Hooying! Wat vind je ervan? Is er veel veranderd? Of? Nou, hier is niks veranderd. Ja, deze kap. Hey! Hoi! Hoe is het? Goed je te zien. Oh, nee. Fijn om hier weer eens binnen te komen. Ja, okay. Gaat het goed allemaal? Ja, gelukkig wel. Okay. Te weinig tijd om te golven, alleen dat zal voor jou hopelijk anders zijn. Dat is anders. Ja. Ja. Maar er zijn tijden van van werken en tijden van wat zo is anders. Dat. Ja. Ik begrijp dat
je vroeger heel veel samen hebt gewerkt met Hubert Savelkoel. Dat klopt. En die zit nu in deze kamer, ja. In jouw oude kamer. Oh, maar hij heeft het anders gedaan dan ik destijds. Anders ingericht? Ja, want ik vond dat uitzicht op de Sint-Servaas zo mooi dat ik mijn bureau zo had staan, schuin. Ah ja. Zodat ik wel kon zien wie binnenkwam. En ook zelf het zicht had op de Servaas. Als ik even moest nadenken, dacht ik, dat is een rustgevend geheel. Dat moet leiden tot goede gedachten. Ja. Maar het is een heerlijke kamer. Ja. Wat gaat er door je heen als je hier nu weer terug... Het is, ik ga gewoon weer zitten. Ik zet alleen de stoel aan de andere kant. Ja, ja. En ben graag bereid om het vak weer op te pakken. Heren, hartelijk dank voor jullie mooie verhalen. En laten we hopen dat we de komende 25 jaar nog heel erg van kantoor kunnen genieten. Proost! Proost!